Ik ben hier in San Francisco en ik sta voor de Chinese wijk. Hiya! En eindelijk is het zover. Ik ben hier aan de West Coast om een Amerikaanse album True Stories aan Made Up te promoten. En zometeen komen die jongens aan, maar ik heb nog heel eventjes te rijken alleen voordat ze me gek gaan maken. En ik ben heel erg blij dat het zover is gekomen en ook heel erg trots. En jullie gaan van alles meemaken samen met mij, want ik word gevolgd door mijn schatje. Dus kom maar mee. Kijk, er is alleen één probleempje. Mijn naam zou ik nooit op zo'n bordje vinden. Want niemand kan Birgit normaal uitspreken. En het heeft niks te maken met of ze Chinees zijn of whatever. Gewoon Amerikanen kunnen dat niet. Het dichtstbij dat ze komen is bird shit. Wat ik niet echt heel erg charmant vind. Ik probeer ze uit te leggen. It's like beer gut. Weet je, bierbuik. Beer gut. Maar dan niet. Ik ga toch volhardend zijn. En gewoon Birgit, Birgit, Birgit blijven. Maar ik denk dat het dichtstbij dat ik word aangekondigd Bridget is. Ik vind het wel heel erg spannend allemaal. Want in Nederland kennen mensen mij toch. En hebben toch in ieder geval een idee over mij. En een oordeel of het er positief of negatief is. En hier begin ik helemaal blanco. En het is ook heel erg spannend. En heel erg leuk. Dus ik heb heel veel zin in. We gaan nu het busje ophalen. En dat wordt onze vriend de komende paar dagen. So we just got ourselves a brand new car. So and we're not going to return it if it's brand new. We're not going to return it, we're going to keep it. And this will be our transportation for the next 3 days, I think. What's the size of the rims on that car, nigga, huh?